Vorige week overleed oud-trainer Ron Dello. De Engelsman werd 99 jaar en was van 1972 tot 1975 hoofdtrainer. Zijn dochter Patricia, die in Amerika woont, had nog zeer regelmatig contact met hem. Ik kwam 2 of 3 keer per jaar nog naar Holland toe. Maar ik belde hem iedere dag op. En ik had hem dus gesproken en de dag van tevoren en kon hem al helemaal niet goed verstaan. Want er was iets verkeerd met zijn hersenen, dacht ik. Maar de dag daarna toen ik belde, heeft de zuster heeft opgepakt en die zegt nee, het is helemaal verkeerd. Dus toen, dat was dinsdagavond, heb ik gehoord dat het helemaal verkeerd zat. Hoe herinnert u zich Ron Dello? Een fijne trainer. Het was een, misschien niet de trainer van deze tijd, maar het was wel een teambuilder. En we konden altijd goed met hem overweg, we konden ook wel eens een dolletje met hem maken. En het mooiste was altijd zijn accent, het gebroken Nederlands. Hij kon er natuurlijk helemaal niks van het Nederlands. Maar we konden hem toch allemaal wel goed verstaan en hij kon zich wel duidelijk maken. Hij was een geweldige kerel. Legendarisch is de 4-2 overwinning op Ajax. Ja, dat was uniek, daar snappen wij nog steeds niks van. En hij ook niet hoor. Het was ook geen speciale tactiek of zo. Het was een kwestie van overleven, dat is een eenmalige uitslag geweest. En dat teren we nou nog steeds op. En die wedstrijd was steeds mooier hoe langer het geleden is. Mijn vader was voetbal. Je kan niet aan mijn vader denken zonder aan voetbal te denken. Hij wist alles van iedere ploeg, wie er goed deed en wie er niet goed deed. Welke was de beste en welke niet de beste was. Dat wist hij altijd. Van elke team, everywhere. En dat is toch wel heel frappant. Ik geloof dat er niet veel mensen die dat zo kunnen doen. Het mooie is dat Ron Dello tot op het laatst vitaal was, of niet? Wij zijn hier nog op de tribune geweest met hem in mei. Hebben we het nieuwe shirt van dit jaar hebben we nog overhandigd naar Thomas Bruns. Dat heeft hij nog gedaan. Toen wou hij nog mee naar een wedstrijd toe. Maar goed, daar is het niet van gekomen. Maar hij was nog zo goed bij de pinken, jongen. Ik bedoel, hij voetbal, Heracles, als ik bij hem kwam koffie drinken, dan kreeg ik gelijk de wind van voren. Hij was heel positief. Als je nu trainers ziet, en mensen die worden soms heel negatief. Zijn manier om van doen was positief en dat was een teambuilding skill. En ik geloof daarom was hij iemand, iedereen vond hem geweldig en van hem houdt. U bent de laatste jaren veel bij hem over de vloer geweest, wekelijks. U beschouwt hem ook als een goede vriend. Hoe is het voor u? Ja, jammer. Maar ik teken er wel voor. Als ik zo'n verjaardag nog mee mag maken met 99 jaar met de dochter. Samen met de bekende en zijn gebakje en zijn whisky nog neemt. Ja, daarna is het wel wat minder geworden, maar hij heeft nog 99 enorme goede jaren gehad. Qua gezondheid, ja, daar teken je allemaal voor. Dus ik zie hem goed en rustig heen gaan. Ik heb daar verder geen moeite mee. Nee.